Ben jij een beetje onzeker? Weet je niet hoe je meiden aan moet spreken? Dat leer je dus een beetje spelenderwijs in deze app. Het is sowieso niet, vind ik, heel erg netjes. Een 7-jarige jongen, een 42-jarige man op een campagne gaat aanspreken. Vooral op de manier hoe hij dat deed. Ik had uitgehaald naar Paul, dat vond hij brutaal. Want ik ben pas 1 week 18, ik moet letten op mijn touw. Oké, dat vind ik prima, ja ik zal het onderbouwen. Je was begin 2016 alweer klaar voor nieuwe vrouw. Mij blijft het ook verbazen, ja die Paul die heeft een vrouw. Hoe was je ooit docent? Je kennis vind ik nauw. Je kinderen die schamen zich voor al je domme video's. Levert nieuws van de dag, ik vind het vrij talentloos. Je doet niet eens meer moeite, je kopieert het klakkeloos. Deed de road to sixpack, ik vond het vrij kansloos. Papa stop met YouTube, ik smeek het je al jaren. Al die jongens in de klas die blijven naar me staren. Tonen compulsief gedrag, zo van download deze app. Ben je wat onzeker? Ik beloof je, het is echt. Plaatste daar wat van op Twitter, heel vroeg al wat er gebeurde. Eén kleine opmerking en je hoort die man weer zeuren. Dus dat is eigenlijk beter. Als je district doet, doe het dan gewoon wel een beetje gemeend. En niet vrienden onderling, dan is het allemaal met een korreltje zout. Het is veel leuker als het echt een keertje vuur gaat opleveren. Hij wil geen korrel zout. Nee, Paul die wilt vuur. Deze man leeft op sensatie en ook daarvan ook zijn huur. Ik kan er wel om lachen, maar het is eigenlijk best zuur. Je noemt één keer zijn naam, hij maakt een docu van een uur. En ja, ik maak hem nu kapot, maar dat is het concept. Want Paul vindt dat je pas moet dissen als je echte ruzie hebt. Views en likes op andere namen. Ik doe het zelf ook, maar geen domme reclame. Voor 5.000 euro promote je elk spel. Niet eens hashtag ad, maar dat zien we wel. Je past er nu tussen, ja jij bent er één. Influencer, maar dan zonder fame. Ik ben klaar met dat gezeik. Stop met je kanaal en je bent 42. Gedraag je normaal. Succes met je pensioen, je bent bijna bejaard. En ik heb het allerleukste voor het laatste bewaard. En als mijn kind van 17 zo'n grote bek gaat hebben, al heeft hij misschien een punt of wat dan, maar het er ook niet uit. Tegen iemand van 42, als 17 is, dan pak je die kutscooter van hem af en die schroeven één voor één al zijn tanden uit zijn bek. Pak mijn scooters dan, ik heb er toch veel. Pak mijn tanden dan, ze zijn toch geel. Pak mijn scooters dan, ik heb er toch veel. Pak mijn